En voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme was openbaar vervoer in het afgelopen jaar een enorme uitdaging. Volgens de minister heeft de samenleving zelf de uitdagingen die het ministerie met de particuliere lijnbusorganisatie PLO en het Nationaal Vervoersbedrijf meegemaakt. Uitdagingen in termen van beschikbare middelen, maar ook de economische situatie die ons allen naartoe drijft om, ja, iedereen wil het hoofd boven water houden. En we zijn in 2020 afgestapt van de objectsubsidie aan PLO. We kennen de prijsaanpassingen die er zijn geweest along the way. En nu ook met de laatste devaluatie om de aanpassingen van de koers, zien we dus dat we een en ander moesten maatregelen treffen om de prijzen op hetzelfde, de tarieven op hetzelfde niveau te houden, zodat de samenleving toch wel op een keurige manier nog degene die gebruik maken van openbaar vervoer het werk of een bestemming kunnen bereiken. Maar ook dat drukt heel zwaar op, de staatsbegroting, met name die van TCT. Voor dit jaar zullen er veranderingen te merken zijn binnen het transportgebeuren, meent de minister. Dat heeft hij meegedeeld aan de leiding van de NVB en ook aan de regering. Wanneer we de stap gaan maken richting subjectsubsidie, zeker op het gebied van transport, zal ook een verschuiving plaatsvinden, waarbij de rol van NVB om dat verder te gaan bekijken en gaan evalueren. Want dat betekent dus dat de subsidie naar het individu gaat in plaats van naar, zeg maar, de bedrijven. Dus de transformatie van NVB richting een autoriteit moeten we als samenleving, maar ook voor de regering, wij als beleidsmakers, dat we dat heel veel serieuzer naar gaan kijken. We hebben alle autoriteit op het gebied van luchtvaart, of voor de luchtvaart, voor de maritiem, voor de telecommunicatie. Dus je ziet dus ook voor openbaar vervoer zal dat een van de vereisten moeten zijn. Weer als overheid een terugdringer de rol hebben en de faciliterende rol behouden. Zodat de sector optimaal wordt bediend. En dat we met name kijken naar de optimalisering van de dienstverlening richting de samenleving. Op elk beleidsgebied probeert het ministerie stapvoetswijzigingen in te voeren die niet gelijk opgemerkt zullen worden bij de samenleving.